Sinds tijden hebben we niet zo fors geïnvesteerd in de Nederlandse waterveiligheid. In 2018 heeft Waterschap Rivierenland de innovatieprijs gewonnen voor de grofzandbarrière. En met een grofzandbarrière leggen we eigenlijk een soort natuurlijk filter neer van grofzand, het woord zegt het al. En die zal ervoor zorgen dat dat water wel kan doorstromen, maar dat dat uiteindelijk geen zand meevoert. En dat daardoor dus de dijk keurig zijn stabiliteit behoudt. Wat je hier mooi ziet bij dit project van de grofzandbarrière is wat er eigenlijk allemaal komt kijken om een innovatie van idee tot uitvoering, tot toepassing te brengen. Mijn naam is Erik Wagner, ik ben directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. We zijn hier in Gameren. We gaan hier de grofzandbarrière aanleggen. Dat gaat Waterschap Rivierenland doen. Rivierenland heeft een programmamanager. Zijn naam is Dolf van Attenveld en hij coördineert de opgave binnen Rivierenland. Dat betekent voor Waterschap Rivierenland een opgave van circa 400 kilometer dijkversterkingen die in 2050 gereed moet zijn. En die opgave is enorm, dus zonder die innovaties is onze verwachting dat we het ook niet gaan redden. Op het moment dat we een kansrijk concept hebben, dan moet dat verder gebracht worden. En dan is de eerste stap om het dan ook maar eens op laboratoriumschaal te gaan beproeven. Ja, daar gaat hij. Dezelfde manier als vorige keer. Precies hetzelfde. Ja, die is dan wichter, hè? Ja. Nou, dat heeft Deltaris voor ons gedaan. Die proeven. Die bleken ook weer kansrijk, dus we hadden nog steeds iets om na te jagen. En nu gaan we het in de praktijk brengen. Ja, we zitten hier voor het project Gameren. Echt een innovatieproject. En wat we hier proberen is om die innovatie een stapje verder te brengen op de innovatieladder. Dus we gaan eigenlijk van een wild idee naar een kansrijk concept. Dit gebied hierachter, daar zitten ook echt inderdaad zitten wellen. Met hoogwater. Welkom in Gameren. Ik ben Bas Neutink, projectmanager Waterschap Rivierenland. En we staan hier bij de dijk in Gameren, waar we de grofzandbarrière de grond in willen gaan werken. Ja, ik ben Koen Vergerven, ook van Waterschap Rivierenland. En ik ben de technisch manager van het mooie project Dijkversterking Gameren. We gaan hier voor het eerst in Nederland een grofzandbarrière aanleggen. Dus we hebben nu drie partijen geselecteerd die allemaal hun eigen proef gaan doen. Op het moment dat wij die proef goed genoeg vinden, dan mogen ze het hier aan de dijk langs de Waal voor het eerst een van die partijen mag het hier gaan uitvoeren voor ons. Nou ja, we staan hier op een bijzonder moment. Het is hoog water. Dat komt vaker voor. Op zich is het niet verontrustend hoog op dit moment, maar dit zijn wel omstandigheden waar we in de toekomst meer mee te maken zullen gaan hebben. Dat zijn de omstandigheden waarom we dit doen. Dit zijn ook de omstandigheden waar zandmeevoerende wellen kunnen gaan ontstaan. Die zien we ook bij deze waterstanden al ontstaan. Dus het is eigenlijk een heel mooi, een mooie illustratie van waarom deze techniek zo belangrijk is. De volgende stap in onze aanbesteding, dat is dadelijk een kwaliteit- en prijsafweging. Dus de drie partijen die dadelijk de maakbaarheidsproef succesvol hebben afgerond, die mogen inschrijven op het project Gameren. En dan gaat het dus om van hoeveel meter kun je per dag maken, hoe heb je je werk georganiseerd. Dan komt er ook de prijs erbij. En dan, dan hebben we het verhaal rond, zeg maar. En daar ligt een grofzandbarrière. Dus het beeld wat we gewend zijn te zien met hoe piping ontstaat en wellen, dat blijven staan. Hij komt eigenlijk vrij dicht een beetje waar dat raster loopt, zo'n beetje. Dan zit er iets onder de grond dat die piping tegenhoudt. Maar je ziet nog wel zandmeevoerende wellen. En dat is dus het dilemma waar we nu voor zitten. Dus het is haalbaar. Haalbaarheid is getoetst. De maakbaarheid is dadelijk getoetst. En als het allemaal succesvol verloopt, ligt hier dadelijk een grofzandbarrière. Maar wellen blijven ontstaan. En ja, dat is dus waar we nu nog met de denktank aan denken om een soort van monitoring systeem daarop te zetten.
Ja, wat deze maakbaarheidsproef oplevert, is dat we die innovatie een stukje hoger op die innovatieladder brengen. En op het moment dat die hoog genoeg op die innovatieladder terechtkomt, dan kan er gesteld worden, het is een geaccepteerde techniek. En daarmee kan die in het hele rivierengebied, maar ook in heel Nederland, worden toegepast. Ja, volgens mij voldoe je dan ook aan de doelstelling van het HWP, sneller, goedkoper en duurzamer. En ja, dat is volgens mij in de toekomst gerichte oplossing.